goedemiddag en welkom bij Room for Discussion. Het is fijn dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie dit vanuit thuis meekrijgen. Het is onze eerste gast sinds de uitbraak van corona. Want dat deed alweer vanuit maart toen wij hier Geert Mak te gast hadden. Ook een historicus. En toen zat de zaal hier op de Routes Eiland Campus bomvol. Nu helaas niet in verband met de huidige maatregelen. Maar gelukkig hebben we wel een hele interessante gast in ons midden. Namelijk Philip Blom. Philip Blom is een Duitse, Nederlands filosoof, historicus en schrijver. Hij heeft al vele bestsellers op zijn naam staan, waaronder Wat op het spel staat en nu ook Het grote wereldtoneel. Daarin omschrijft hij de drastische veranderingen die op dit moment in onze samenleving plaatsvinden. Daarmee gaan wij zeker met hem vandaag in discussie. Bedankt Philip Blom dat u aanwezig kon zijn vandaag. Graag gedaan. Wij hebben er heel veel zin in en hopelijk u ook. En laten we maar gelijk beginnen met uw boeken. En daarin is eigenlijk de leidraad drastische veranderingen die er plaatsvinden. En die de consequenties hebben, ofwel wat op het spel staat. En de twee grootste en meest indringende veranderingen zijn daarbij digitalisering en klimaatverandering. U benadert deze veranderingen met vergelijkingen uit het verleden, waaronder de kleine ijstijd en de ontwikkeling van de stoommachine. En u concludeert daaruit dat alles op het spel staat. Wat is dan eigenlijk, wat maken de huidige veranderingen van digitalisering, klimaatverandering zo wezenlijk anders dan de veranderingen van toen, van de kleine ijstijd en de stoommachine? Laat ons even blijven bij de grote verandering, de klimaatverandering. Dat is de grootste verandering in de geschiedenis van de mensheid, van de levensomstandigheden van mensen. En ze komt heel vlug. En dat was in andere tijden anders. U spreekt van de kleine ijstijd, dat was dus een periode eind 17e eeuw of eind 16e eeuw eigenlijk tot in de 17e eeuw. Waar het kouder wordt op de wereld, dus ook in Europa. En daar kan je heel fijn tonen en studeren hoe maatschappijen zich moeten veranderen om in die andere omstandigheden zich toch weer daaraan toe te passen. Wat mij bijzonder met zorg vult, is dat wij dat heel weinig lijken te doen. Ons aan te passen aan de verandering van het klimaat. We beginnen er een beetje mee, maar het is zo'n ongelooflijk groot noodgeval dat we eigenlijk, zoals Joseph Stiglitz zei, die econoom, we zullen eigenlijk dit als onze derde wereldoorlog moeten beschouwen. Dus niet, we zijn niet in oorlog, maar moeten eigenlijk wel de hele economie omstellen om voor dit doel te werken en voor niets anders voor een tijdje. En dat gebeurt dus heel duidelijk niet. We zijn dus nog niet preventief bezig eigenlijk. We zijn als mens dan reactionair. Maar we hebben toch ook andere grote veranderingen gezien, zoals bijvoorbeeld twee grote wereldoorlogen, we noemden het net al. Daarna hebben we twee grote ideologische stromingen gehad in de bipolaire wereld. Maar ook de stoomtrein en de stoommachine, de opkomst van de elektriciteit, internet. Dat zijn toch allemaal grote veranderingen geweest waar we toch vrij snel aan hebben aangepast. We is een interessant woord daar. Ja, we hebben andere veranderingen gehad. Die hebben heel andere, verschillende effecten gehad voor verschillende groepen van de bevolking. Je had zeker voor een heel lange tijd van de 20e eeuw gedeeltelijk nog steeds, kon je in de stad in de 20e eeuw leven en op het platteland in de 18e eeuw of 17e eeuw. Daar had heel weinig veranderd. Maar ook als je kijkt hoe deze evolutie loopt, dan zie je dat die alsmaar versnelt. Dus stel je voor een zaal met 300 mensen erin, 300 vrouwen. Dat zijn de moeders die ons trainen, die de distans vormen tussen ons en de steentijd. 6000 jaar geleden. Dat zijn niet zoveel mensen. Die 300 generaties is bijna niks gebeurd. 100 generaties geleden zijn we dan bij de Romeinen. En dan duurt het nog tot
10 generaties geleden de wetenschappelijke revolutie en de verlichting komen. Het elektrische licht komt maar en de stoomenergie komt maar 3 generaties, 4 generaties geleden. En de elektriciteit en het internet en deze revoluties, dat is 1 generatie. Dat is heel, dus het wordt alsmaar vlugger. En ik denk dat is voor de aapje mens ook wel moeilijk zich daaraan aan te passen. Dat de veranderingen alsmaar sneller gaan. En alsmaar meer moet worden assimileerd van wat er nieuw is en wat het betekent voor een maatschappij. Dus eigenlijk is er van een lineaire vooruitgang een soort van exponentiële vooruitgang gegaan. Ja, en het andere is, wij hebben een heel sterke tendentie om lineair te denken. Als we aan de toekomst denken, dan denken we, oh ja, er gaat meer hiervan gebeuren of minder daarvan gebeuren. We denken niet dat er iets anders gaat gebeuren. En daarom heb ik het voorbeeld van die stoommachine in het boek. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. Je hebt dus in het 18e eeuw een van de grote monumenten van de verlichting is die encyclopedie van Diderot en D'Alembert. En daar moet de hele weetbare wereld worden beschreven, maar bijzonder de wetenschappen en de industrie. Dus niet de kerk, niet de heersende huizen, maar wat nuttig is, wat praktisch is. En daar wordt met een heel prachtige illustratie getoond een machine, ze noemen dat la pompe à feu, dus de vuurpomp. Ja. En de vuurpomp die is nuttig om in het oosten van Frankrijk uit sommige bergwerkmijnen dus water te pompen. Maar, en die wordt heel nauwkeurig beschreven, en je kunt ze echt nabouwen naar die illustratie die daar is. En, maar wat de wetenschappelijk competenteste mensen van hun tijd niet zien, is waarop ze kijken, is de stoommachine. Dus de machine die binnen een generatie de hele maatschappij zou veranderen, de industriële revolutie zou mogelijk maken, onze wereld zou mogelijk maken. En dat laat je ook zien, niet alleen maar hoe selectief blind je kan zijn, maar ook waarom eigenlijk zoveel van die utopieën van de verlichting moesten falen. Omdat hoe zij de ontwikkeling van de maatschappij hebben voorzien, dat was lineair. Dus er gaat minder van dit zijn. Er zijn er minder koningen, maar er zijn er meer opgevoede mensen. En die gaan dan een republiek van de deugd vormen. En dan wordt de wereld, komt de wereld vooruit. Dat de urbanisatie van de industriële revolutie, de sociale revolutie die daarmee kwam, met communisme ook, met de vakbonden. De expansie van de westerse maatschappij over de hele wereld. Al deze dingen konden ze niet voorzien. En ik denk, we zijn een beetje in diezelfde situatie, alleen maar om dat af te sluiten. Ja. Wij denken nog steeds aan de klimaatcrisis als een crisis die een markt kan verwerken. Dan moeten wij emissietrading maken en dan moeten we behalve in plaats van fossiele auto's moeten we dan elektrische auto's bouwen en dan wordt het een stuk beter. Maar we doen eigenlijk alleen maar wat de logica van de markt ons nog steeds vraagt. Maar is het dan wel, heeft het dan überhaupt wel zin om naar de geschiedenis te kijken als we niet weten wat het ons in de toekomst wel gaat brengen? Kijk, het heeft altijd zin naar de geschiedenis te kijken, ook omdat het gewoon interessant is. Maar als je iets van de geschiedenis wilt leren, dan zou je waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Zeker als maatschappij. Maatschappijen reageren wel op historische ervaringen. Ze doen dan iets anders. Naar de Tweede Wereldoorlog komt Europa en de Europese vereniging. Dus geen nationalisme meer. Veel sterke omverdeling via de belastingen om een Weimar Duitsland te voorkomen of zo'n toestand te voorkomen. Maar dat is een reactie, dat is eigenlijk geen leer die je voor altijd heeft getrokken. Maar je kunt wel, denk ik, patronen zien in de geschiedenis. En je kunt zien dat er zijn zekere constanten in de geschiedenis, net als in iedere andere wetenschap. En daar kan je wel op kijken. En ik denk, maar wat bijzonder belangrijk is, ik heb echt het gevoel, we zitten aan het einde van 3000 jaar geschiedenis. Waarom het einde van 3000 jaar geschiedenis? Omdat
3000 jaar wordt een boek gecompileerd van verschillende mensen. Dat noemen we vandaag de Bijbel. En in de Bijbel staat een heel klein zinnetje. Omdat dan geeft God Adam de opdracht, maak je de aarde onderdaan. En dat is een beetje het motto geweest van de westerse beschaving. Wij zijn de beschaving geweest die zich de aarde hebben onderdaan gemaakt. Wij hebben geëxpanseerd, we hebben veroverd, we hebben geheerst, we hebben uitgebuit. En dat is ontzettend succesvol geweest. Daardoor hebben wij ook democratie, de wetenschap, de complexe maatschappij die we hebben. Maar we zitten nu een beetje aan het probleem van de junkie die de zij-effecten van zijn drug begint te beproeven. En hij is nog steeds high, maar zijn tanden beginnen hem uit te vallen. En zien we die patronen nu ook terug die u net al schetste in de huidige coronacrisis? We zien die ook terug in de coronacrisis, denk ik. Maar laat ons even de coronacrisis bekijken. Wat voor mij interessant is aan die coronacrisis, het is eigenlijk één symptoom voor een veel grotere crisis. Het is op zich misschien niet zo vreselijk belangrijk. Maar het is een symptoom daarvan wat gebeurt als de mens alsmaar dieper de natuur ingaat en ingreep de natuurlijke systemen. En die in de war brengt, dus bijvoorbeeld diertjes samenbrengt in een markt die anders nooit zich zullen zijn tegengekomen. En dat dan in intensieve contact met mensen, dan kan een virus overspringen. Maar dat komt ook door een soort van vermarkting van de natuur die daar dus plaatsvond. En ik wil het helemaal niet moreel beschouwen, dat is gewoon een feitelijke beschouwing. U maakt daar ook een vergelijking. In uw laatste boek zegt u bijvoorbeeld dat de toenemende uitbuiting en verpesting van de wereld het huidige equivalent is van de heksverbranderij in de 17e eeuw. Het is een beetje de activisme van een maatschappij die probeert iets te vinden wat dan toch nog binnen het patroon kan werken. Maar de trick is eigenlijk buiten het patroon te kijken. Wij hebben onze succes te danken aan een expansief model van leven. En nu begint de vervuiling die de consequentie is van die expansie zo massief te worden dat het gewoon die kant niet meer verder gaat. We kunnen niet nog meer fossiele brandstoffen nuttigen om nog meer economische groei te hebben, om nog meer welvaart te creëren. Daar, op die kant gaat het niet meer op. En ik denk dat laat een zekere raadloosheid achter, omdat we zeggen, maar dat was toch ons succes? Het heeft toch prachtig gewerkt? Wat moet er nou anders komen? Mm-hmm. En ik denk dat is de situatie die we leven. En dat is ook een gevaarlijk moment, omdat als één groot master narrative in elkaar stoort, zoals het nu doet, en we zien dat ook, als je bekijkt de toestand van onze democratieën, de toekomsttoestand van onze sociale gesprekken, van onze sociale discussie, hoe die zijn veranderd, hoe die zijn extremer geworden, hoeveel minder vertrouwen daar ook is in een centrale autoriteit, in de gatekeepers van weten. Bijvoorbeeld in Nederland is het vertrouwen in de politiek toegenomen tijdens de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis, ja. Ja. Dat was ook in het begin een slecht moment voor de populisme, omdat die niet meer zo echt wisten waar ze moesten opschieten. En ook omdat populistische politici zo vreselijk slecht deden in die crisis. Bolsonaro, Trump, Johnson, et cetera. Maar dan heeft het populisme ook weer zijn missie gevonden in bijvoorbeeld die anti-corona, anti-masker-demonstraties in Duitsland en zo. Ja, dat is heel groot. Dus de populisme komt ook weer terug en daarmee ook weer het wantrouwen tegen autoriteit. En ik zeg dat niet omdat ik vind iedereen moet altijd de autoriteiten vertrouwen. Maar je komt op een zeker moment aan de vraag, wat is nou eigenlijk een maatschappij? Wat blijft daarover? Hoeveel gemeenschappelijkheid moet er zijn in doelen, in praktijken, in weet ik veel, dat het nog een maatschappij is, niet gewoon een heel hoop mensen die toevallig op één plek leeft.
U geeft een beetje aan dat het politieke landschap gefragmenteerd raakt. Hè? Dat u bijvoorbeeld meer verschillende richtingen hebt. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Dat is denk ik vrij eenvoudig. Dat is ook een onderdeel van die verhaal. Maar dat is in die geval gewoon outsourcing. Deindustrialisatie. We hebben in de... Zeker in het westen van Europa, en dat is een heel ander verhaal in het oosten van Europa. Maar in het westen van Europa hebben we in de naoorlogse tijd eigenlijk een beetje... Eerst een soort van vakantie gehad van de geschiedenis. We moesten niet meer aan geweld. Wij hadden de grote paraplu van de Amerikanen die de geweld wel voor ons pleegden. En we hadden een heel sterk evenwicht tussen conservatieve burgerlijke partijen, die de werkgevers eigenlijk representeerden, en socialistische, sociaal-democratische partijen, die de werknemers representeerden. En dan was het goedkoper om de fabrieken weg te zetten naar Oost-Europa, naar India, naar Zuidoost-Azië, etc. En wat verdween was niet alleen maar fabriekswerkers, maar een hele way of life, een hele identiteit. En zien we die ontwikkeling nu ook? Dus bijvoorbeeld als we het betrekken op de huidige politieke landschap, hier in Nederland, de PVV, die is nu enorm aan het stijgen. Die staat ook nu weer hoog in de peilingen. En een arbeiderspartij als de PvdA, die heeft een enorm historisch verlies geleden. Ja, maar dat is ook net in dat wat u zegt, arbeidersklas. Omdat er was een arbeidersklas. Ja. En het waren niet alleen maar mensen die in fabrieken zaten. Dat was ook, hoe besteel je vrije tijd? Hoe zie je de wereld? Hoe ben je georganiseerd? Waar ga je met vakantie? Dat was echt een heel leven. Mm-hmm. En dat ging kapot. Als de fabrieken weggingen, als de industrie wegging uit West-Europa. En wat heeft die gevolg van die uitsluiting eigenlijk? Van die nou, de gevolg is dat je gewoon geen evenwicht van krachten meer had. In een politieke discussie. Omdat de socialistische partijen echt wegvielen. En dan een zekere generatie, de generatie van Gerhard Schröder en Tony Blair, et cetera. Dan dacht, nou dan moeten we ook markteconomisch denken. En onze klanten, dat zijn niet meer de voormalige werkers. Onze klanten, dat zijn de opgevoede mensen in de steden. En voor deze opgevoede mensen moeten we ook een andere agenda hebben. Daar gaat het niet om een soort of worsteling voor voordelen van werknemers. Daar gaat het om identiteit. Daar gaat het om homoseksualiteit. Daar gaat het om antidiscriminatie. Daar gaat het om milieubescherming. Dat is een heel andere agenda. En dat betekent ook dat de voormalige arbeidersklas zich daaraan niet meer heeft erkend. Dus eigenlijk een deel van die bevolkingsgroep is zijn identiteit kwijt op dit moment. Ja, en heeft ook geen aanbod gehad van de traditionele socialistische partijen. Wij gaan dit voor jullie doen. Jullie zijn nu Uber-drivers of voedselleveranciers voor restauranten. En jullie hebben dus geen macht, er is geen vakbond achter u. Maar wij kunnen wel iets voor u doen. Nou, dat is veel te moeilijk en ook deze mensen kiezen veel minder. Dus het was minder interessant die achteraan te lopen dan de hoogkiezende, hoogopgevoede mensen in de grote steden. En ik denk dat laat wel zien waarom dan zo'n partij als de PVV daarvan kan profiteren. Omdat er is ook een heleboel teleurstelling. Daar is een mank aan oriëntatie ook een... het mist ook echt een toekomstperspectief. Omdat, wat moet je nou doen als je niet hoog opgeleid bent en wil werken. Dus ook in een segment die heel sterk getroffen is door digitalisatie. Dan voel je je wel verraden. En als dan iemand komt en niet alleen maar zegt, ja, jullie zijn verraden. En ik laat u de schuldigen zien. En dat zijn de elites en dat zijn de bruine mensen. Dan is het wel vrij eenvoudig dat zo te begrijpen. Wat heeft dat voor een lange termijn gevolgen voor de democratie, of de liberale democratie? Kijk, twee dingen eigenlijk. Ten eerste, een maatschappij moet wel zoiets hebben als een gedeeld doel. Ja. En de mensen kunnen wel zeggen, en dat is het traditionele verstaan van politiek, ik heb een andere manier naar het doel toe te komen dan jij.
En jij denkt meer conservatief en jij denkt meer socialistisch en ik denk meer, weet ik veel, milieu of christelijk of zo. Maar we hebben toch wel allemaal eigenlijk hetzelfde doel van die soort van maatschappij waarin we willen leven. Als dat niet meer zo is, als het doel weg is, ook omdat we het gevoel hebben, we zitten eigenlijk al in een boel, die is al failliet. Die is wel nog rijk, maar wat is nou onze toekomstperspectief voor Nederland of Europa in de volgende 30 jaar? Ja, is het bijvoorbeeld nu al het geval als we kijken naar Amerika, een democratisch land, tenminste dat stellen ze zelf altijd. En nu onder Trump, is dat nu al het geval een bepaald verval in de democratie te zien? Het is ook heel belangrijk, denk ik, dat we ons herinneren, een democratie is niet de normale en logische uitkomst van historische deugd van Europeanen of van blanke mensen of van ieder mens die dat evangelie wil horen. Dit was ten eerste een gevolg van aardolie. Een democratie kost een heel hoop geld. En de enorme expansie van productiviteit door fossiele brandstoffen heeft daar een belangrijke rol gespeeld. Het was ook een gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook in Europa zijn liberale democratieën in veel landen niet ouder dan 1945, waar vrouwen mochten kiezen in Frankrijk, 1948, waar ze in België mochten kiezen, 1972, waar ze in Zwitserland mochten kiezen. Dus een vrije en algemene democratie is vrij jong, ook in Europa. Eigenlijk de twee generaties waar het u het eerder over had. Ja. En het is een heel abnormaal manier voor een maatschappij om zichzelf te beheren. En die kan ook heel snel weer weg zijn. Omdat de andere manieren die zijn, die werken ook. En voor heel veel mensen is het ook vrij goed. En meneer Orbán in Hongarije en hoe heet de regeringspartij in Polen? PiS. Die zijn democratisch gekozen. Die hebben niet verkiezingen gemanipuleerd. Dat hadden ze niet noodzakelijk. En waar is dan, waar begint het limiet? Kijk, een democratie kan de voorwaarden die ze nodig hebben om te functioneren niet uit zichzelf garanderen. Een democratie is eigenlijk een proces. Het voorkomen van kwaad misschien wel. Ja, of een methode om macht te verdelen. Maar het transporteert eigenlijk van zich geen waarde. Nee. En je kunt dus utilitaristisch denken en zeggen als in het oude Rome 3 christenen worden verbrand en 30.000 mensen vinden het prachtig entertainment, dan is dat van een utilitaristische perspectief helemaal niet slecht. Ja. En als de meeste mensen in een land vinden wij willen geen LGBT mensen in ons land hebben, dan is dat van die perspectief een goede uitkomst. Het principe van gelijkheid bijvoorbeeld, dat wordt dan aangetast, maar dat is niet noodzakelijk om een democratie te runnen. Dan moet je alleen maar de gelijkheid van de kiezers hebben. Mm-hmm. En ik denk dus, we leven ook echt in een tijd van instabiliteit van onze democratieën. En u heeft in uw inleiding gezegd, ik interesseer me voor de momenten waar de geschiedenis plotseling en heel radicaal verandert. En in die weken voor de Eerste Wereldoorlog dacht ook niemand dat een Eerste Wereldoorlog zou uitbreken. Nee, dat is waar. De aandelen stonden heel hoog. Ja. Dat is heel raar, ja, klopt. En ik wil niet zeggen, we zitten net voor een Derde Wereldoorlog. Zeker niet. Maar veranderingen kunnen ontzettend snel komen, ontzettend ingrijpend zijn en alles wegvegen wat wij als rotsvast en solide bekijken. En ik denk, ja, dat risico dat is er op het moment sterker dan ooit. En het is ook echt bijvoorbeeld een belangrijke vraag, als wij nu zien, wij kunnen niet doorgaan met een oneindige groeieconomie. Dat kan gewoon niet. Zoals Bruno Latour heeft gezegd, we hebben gewoon niet voldoende aarde voor zoveel vooruitgang. Ja, ja. Als we zien, dat kunnen we niet meer. Mm-hmm. Hoe kunnen we dan toch nog garanderen dat wij bijvoorbeeld voldoende geld hebben
om een democratie te runnen. Een juridisch systeem, een politie, et cetera. Ja, want u al vaak in uw boeken noemt u wel uw kritiek op het huidige economische model. En daar zijn we natuurlijk als mens in onze generatie best wel aan. Dat is een vorm van stabiliteit die we kennen. En dan waren wij wel benieuwd. U schrijft daarnaast ook dat de markt niet vrij is. En waarom is u volgens u de markt niet vrij? Ja, ik vind het zo gek. De vrije markt. Markten zijn nog nooit vrij geweest, zullen nooit vrij zijn. Het is gewoon onmogelijk. Waarom? Nou, ten eerste, als u van mij een brood wil kopen. En ik heb een stuk brood en u heeft een Kalasjnikov. Dan is het wel heel duidelijk hoe die handel zou afgaan. U heeft dan een stuk brood en een Kalasjnikov en ik heb nog steeds niks. Om transacties, de fairness van transacties, van contracten te kunnen garanderen in een markt, moet je een autoriteit hebben die dat doet. Moet je wetten hebben die dat vastleggen. Moet je een politie hebben en een rechtbank hebben die dat kunnen forceren. Dat is dus al een structuur die buiten de markt staat. Je moet ook een kartelambt hebben waarschijnlijk. Maar om die markt te kunnen laten runnen, moet je ook mensen hebben die tellen kunnen en lezen en schrijven. En je moet straten hebben waarop ze kunnen reizen, et cetera. En je begint te zien, een markt is niet iets wat in abstracto, apart van een maatschappij, functioneert. En die maatschappij moet daar aan achteraan rennen en zich aanpassen aan de eisen van de markt. Een markt is een functie van een maatschappij, is een onderdeel van een maatschappij. En het kan een heel belangrijk onderdeel zijn, omdat ja, die moedigt competitie aan, die moedigt verandering en flexibiliteit aan, die moedigt uitwisseling van ideeën aan en van goederen, et cetera, et cetera. Maar hij kan ook heel verstorend worden als het de mythe wordt van de absolute vrije markt die je moet laten doen. En heel interessant, dat was voor mij een echte coronamoment. Zo auteurs zoals ik die bekritiseerd hebben dat deze vorm van globale kapitalisme zo bijzonder verstorend is. Tegen die wordt altijd gezegd, ja dat is tragisch, dat weten we ook allemaal. En ik heb soms, spreek ik met politici of met managers van grote bedrijven of corporations, en dan hoor je, ja, weten we allemaal, het is ook zo en het is vreselijk, maar kunnen we niets aan doen. De markt moet doordraaien. En als we een keer de wonderenergiebron vinden die zonder fossiele energie loopt, dan is dat prima, dan doen we dat graag. Maar nu even competitie en het kan gewoon niet. En dan kwam corona en het is gewoon gebeurd. De markt wordt niet volslagen, slagen uitgesteld, maar toch door grote gedeelte. En voor niet marktconforme redenen. Namelijk om mensen te beschermen die niet economisch productief zijn. Ja. Oudere mensen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het was een sociale en politieke beslissing. En het heeft ons laten zien, ten eerste we zullen er nog veel problemen mee hebben. Een echte grote economische crisis. Maar we hebben ook gezien, oh ja, maatschappijen kunnen toch voor zichzelf beslissen waar de prioriteiten liggen. En die moeten niet altijd in lijn met de markt liggen. Misschien zijn andere dingen voor onze maatschappijen meer belangrijk dan de vrijwerking van de markt. En zal dat dan ook een verandering zijn die deze crisis teweeg gaat brengen? Ik denk nee. Ik denk van niet. Ik denk geen gemeenschappelijk trauma, zoals u dat al in is. Niet voldoende sterk. De machine is zo groot en zo sterk, die gaat doordraaien. En de mensen zullen hun profieten weer terug willen halen. Maar het is wel een onderdeel van een ontwikkeling die je nu ook ziet met de branden in West-Amerika en de afgelopen jaar in Australië, andere natuurrampen die gebeuren. En waarom is dat belangrijk? Ik denk het is belangrijk omdat als je iemand wilt overtuigen die niet van jou mening is. Dat is bijna altijd onmogelijk dat met argumenten te doen. Als je met iemand wilt argumenteren, moet je al heel veel met die persoon delen.
waar komen de feiten vandaan, wat doe ik met feiten, hoe argumenteer je, et cetera. Als dat niet zo is, als je niet voldoende met een ander mens deelt, dan kan je die niet overtuigen, je kunt hem alleen maar bewegen. Je kunt de emoties beraken en je kunt zien als iemand ervaringen maakt die voor hem zijn eigen horizont veranderen, dan beginnen mensen ook anders te denken. En wat we op het moment zien met deze keten van catastrofen, van rampen die op ons afkomen, het verandert de ervaring van mensen. Van wat het is, hoe het is in de wereld te leven, hoe het is zich naar de markt te richten, die daarop geen antwoord heeft opeens. Omdat we toch naar de politiek moeten kijken. Ja, ja. Maar je moet beginnen andere oplossingen te zoeken. En ik denk dat is daarom een bepaald moment die ook... Ik ben niet een vreselijk optimistisch mens wat deze ontwikkelingen betreft. Maar ik denk daar is wel een aanzet voor een klein beetje optimisme. Dat je ziet als de ervaringen van voldoende mensen veranderen. Dan heb je ook in een democratie een kans dat een voldoende grote majoriteit komt. Voor een andere manier dingen te beschouwen. Een andere manier dingen te doen. Het doet me een beetje denken... aan het kip en het ei discussie, maar dan met de markt en de economie en de overheid. Welke was er eerst? Maar je kunt ook zeggen, wie stuurt wat? Waar staat u dan? Is het de markt of de overheid? Op het moment absoluut de markt. Ja. Omdat een land heeft geen controle meer over zijn belastingbasis bijvoorbeeld. Ja. Ook niet over de waarde van zijn geld. Ook niet op over de waarde van zijn pensioensfonds. Dus er zijn een heleboel dingen die de staat aan controles heeft uit handen gegeven. En als een grote corporatie komt, dan zegt hij, ja, ik wil graag bij u in Nederland of in Ierland of zo mijn bedrijf hebben, maar de belasting is zo vreselijk hoog. En in dit land moet ik maar de helft betalen. Kunnen we niet een arrangement vinden. En dat betekent dus dat normale regels worden uitgezet voor grote economische bedrijven. En dat eigenlijk de staat niet meer beheert wat er gebeurt op zijn gebied. En dus op het moment is de controle zeker niet in de handen van de staat. Maar er zit nog iemand anders in dit verhaal en dat zijn wij. Ik vind het altijd een beetje flauw op politici te kijken en zeggen, ja, die doen niks. Die zijn daar omdat wij die hebben gekozen en wij die hebben daar naartoe gestuurd met een bepaalde agenda die zij beloofd hebben, tenminste de illusie te verwekken dat ze daar iets aan doen. Als dat geen prioriteit is op die agenda, zo'n verandering te werken, waarom zullen ze dat dan doen? Het is de druk van kiezers die politiek verandert. En je kunt ook zelf politicus of politica worden. Dan moet je niet afwachten totdat iemand anders voor je doet. En ik denk op die manier, als er effectieve veranderingen mogelijk zijn, en daar ben ik niet zeker van, maar als het mogelijk is, dan is het alleen maar door onze druk. En dat betekent druk op de markt, gewoon niet meer kopen wat de wereld kapot maakt. Gewoon vragen, waar komt het vandaan? Wat is daarmee gebeurd? Is er ook een alternatief product waar misschien geen 10-jarig meisje het 14 uur aan een naaimachine heeft voor gezeten? En druk maken politiek. En dat gebeurt gedeeltelijk, maar ook daar. Het is tot nu toe... Vroeger was politieke druk eigenlijk een fenomeen van de arbeidersklas. Nu is het veel meer een fenomeen van de middelklas. Fridays for Future. Hoeveel leerlingen, hoeveel lager opgeleide jongeren zie je op Fridays for Futures demonstratie? Niet vreselijk veel. Het is een middelklas fenomeen. En het is belangrijk dat het daar is. Het is uiterst belangrijk. Maar het is ook een symptoom ervan dat wij vrij in bubbels organiseerd zijn in onze maatschappij. En dat deze idee... deze noodzaak nog een heleboel bubbels niet heeft bereikt. Ja, u schrijft altijd veel over die verschillende veranderingen en drastische veranderingen die dan gaan komen. Schrijft u dat meer als uitlaatklep of echt meer als plichtbesef? K-
Kijk, ik vind me altijd in een gekke situatie leven, omdat ik ben historicus en voor een historicus is het prachtig op een kanteltijd te leven. Je kunt echt zien hoe dat wat je anders in boeken leest om je heen gebeurt. Want hoe dit collabeert en dat samenbreekt en hier iets ontstaat. En het is boeiend te zien. Maar als je ook zelf een levend individu bent op die tijd, dan is het ook angstaanjagend. En desoriënterend. En dan helpt het niet veel historisch een beetje wetenschap te hebben, omdat er zijn zoveel verwarrende dingen dat. En ik vind het dus, het is voor mij een noodzaak dat een beetje aan mezelf ook uit te leggen wat er aan de hand is en wat er gebeurt. En ook. Het voelt een beetje plichtmatig om de wereld te redden dan? Nee, niet te redden. Ik denk zelfs niet dat het redbaar is. De wereld is niet meer redbaar? Zeker niet. Nee? Hoezo zult u aannemen dat alles goed uitkomt? Ja, ik denk dat het komt allemaal goed. Dat wordt vaak gezegd. Ja, maar juist, waarom? Ja. Nou ja, goed. Denkt u dus dat wij een trein zijn die keihard op een muur afrijden? Kunnen we nog afremmen? Of? We kunnen nog afremmen, natuurlijk. De vraag is er voldoende interesse dat te doen? Onder voldoende machtige mensen. Mm-hmm. In die tijd die we hebben, en die leeft vreselijk kort. Maar kijk, op lange termijn, zoals John Maynard Keynes zei, in the long run we're all dead. Ja, lekker optimistisch. Ja, maar kijk, we moeten ons ook een beetje emanciperen van die, dat komt nog een keer, de Bijbelse verhaal van verhoging, vooruitgang naar het paradijs toe. Wij zijn één species van primaten en met die zou gebeuren hetzelfde als met alle andere organismen. Ze bloeien een tijdje en dan gaan ze weer weg. En dat is ook zo tragisch niet. Je moet alleen maar weggaan van dat eigenlijk crypto-religieuze patroon of vooruitgang, vooruitgang, vooruitgang. Alles komt goed. Het zwaard van Damocles hangt gewoon boven ons hoofd. En dat hebben wij gesmeed. Ja. Dit zwaard van Damocles. Ja. Maar kijk, ik heb een keer met een rivierecoloog gesproken. Die kwam uit Tsjechië, was een prachtig mens, heel melancholisch, rond 60 of zo. En die zei, in het leven van ieder milieuactivist, er zijn drie fasen. De eerste fase is de fase van optimisme. Dit is fantastisch, ik ga de wereld veranderen. De tweede fase is de fase van pessimisme. Oh nee, ik heb niets veranderd, dat is alles nog. En de derde fase is de fase van alcoholisme. Voor fase drie voel ik me nog een beetje jong. Ja. Ik wil niet gewoon resigneren en zeggen, ja, kijk, het gaat alles. Het gaat alles de afgrond in en laat ons maar even nog drinken zolang we nog kunnen. Het is toch wel nog mogelijk eilanden van menselijkheid te scheppen. Het is toch wel nog mogelijk. Dus je ziet nog wel oplossingen? Oplossingen, er zijn maatnames. Er zijn dingen die we kunnen doen die zinvol zijn. Dus nog niet alles staat op het spel. De klimaatcrisis kunnen we niet meer oplossen. We zullen het klimaat niet terugbrengen naar waar het 50 jaar geleden was. Dat is een vraag van aanpassing. Dat is een vraag van een probleem niet oplossen, maar met een probleem leren te leven. Zoals ook corona. Mm-hmm. Corona gaat niet meer weg. En ook als we de vaccine vinden die tegen andere coronavirussen zijn die effectief sommige maanden, maar niet voor de rest van je leven. Nou zijn ook niet altijd effectief. Dus corona is een probleem, nog zo'n probleem, waar we mee moeten leren te leven. En we kunnen zeggen, wat jammer dat dat er nu is, maar het is er nu. Ik denk als we wegkomen van de idee dat we alle problemen kunnen altijd oplossen, dan zijn we misschien een beetje realistischer in onze aanzet tegenover wat we wel kunnen doen, wat zinvol is om te proberen. Nou, wat kunnen we dan wel doen, zodat niet alles meer op het spel staat? Kijk, daar moet ik eigenlijk twee antwoorden op geven. Het ene zijn de praktische maatnames die we allemaal maar nu kunnen nemen. En dat zijn al die
vervelende dingen die iedereen al weet. Minder vlees eten en CO2-belasting en een real price principle voor consumptiegoederen. En misschien dat het ook een beetje globaal een effect heeft en niet alleen maar in Europa. Dan kun je een bepaalde invoerbelasting maken voor producten die van buiten komen, zodat producten die heel duurzaam zijn geproduceerd veel voordeliger kunnen worden verkoopt in de Europese markt. Je kunt ook bijvoorbeeld de patenten en technologieën voor vernieuwbare energiebronnen in het internet stellen en dat andere mensen laten gebruiken zonder patentafgaves te vragen. Er zijn heel praktische dingen die kunnen worden gedaan om ons dagelijks leven te veranderen en niet slechter te maken, maar gewoon anders te maken. En komt die aanpassingen, die veranderingen of die ideeën, komen die dan meer vanuit de samenleving zelf, dus bottom-up, of meer top-down? Dus dat een bepaalde elite dat moet? Allebei, omdat het andere is dat natuurlijk zo'n verandering, die verandert ons ook. Niet alleen maar wat we doen, maar ook wie we zijn. En dat is voor mij de grotere en ook belangrijkere verandering. Wij moeten leren iets anders te willen. We hebben in de naoorlogse tijd bijzonder. Ik heb een keer gesproken met Richard Sennett. En Richard Sennett, een socioloog, die is rond de 70, een beetje ouder. En die zei tegen mij, mijn grootvader, die had maar 2 pakken in Chicago rond 1900. Maar dat was zo erg niet, er was niet zoveel te kopen. Dat vond ik een prachtige zin, omdat het stelt de vraag, als er niet zoveel te kopen is, hoe construeer je je eigen respect in de maatschappij? Als je dat niet doet door, kijk maar, dit is het hemd wat ik draag, dit is het auto wat ik rijd, hier ben ik met vakantie gegaan. Omdat niemand dat doet en niemand daar het geld voor heeft, wat wordt dan datgene wat je respect geeft in de maatschappij? Is dat een vraag van gedrag, van eer, van hulpzaamheid? Wat maakt die respect? Dat is een heel belangrijke vraag. Maar dat kan heel sterk veranderen. In de naoorlogse tijd, een tijd van economische groei zonder parallel, aardolie en ook natuurlijk de verstoring van de economie door 2 oorlogen, is onze identiteit heel sterk gebaseerd op consumptiepatronen. Wat consumeren wij en hoe signaliseren we dat? Dat lijkt mij een vrij domme manier om identiteit te vormen. Het maakt je ook zeker niet op lange termijn gelukkig, omdat natuurlijk de machine is zo gebouwd dat je altijd meer moet consumeren om nog erbij te blijven. Als je het coole shirt draagt van 3 jaar geleden, is dat gewoon zo cool niet meer. Maar ik denk dat is, naast al die praktische dingen die kunnen gebeuren, na al die praktische technologische oplossingen, naar zoals als Kate Raworth's Donut Economics, dat wij dus niet naar groei kijken, maar naar well-being eigenlijk, moeten we ook echt leren iemand anders te worden. En ik denk dat begint te gebeuren. Dat zie je met mensen van jullie generatie die zeggen, ik hoef geen auto meer, beslist. Waarom zou je een auto in Amsterdam moeten hebben? Ja, nee, ja. Maar dat is natuurlijk, als je met de generatie van jouw grootvader spreekt, dan was het auto de vrijheid. Daar moest een bepaald een auto zijn. En daar krijg je met het auto krijg je meisjes, met het auto kan je overal naartoe, met het auto ben je iemand. Dat is voorbij. Dat is zo niet meer. Het is misschien nog zo voor jongeren die lager opgeleid zijn, die ook andere mogelijkheden niet hebben dat te signaliseren. Maar je ziet toch wel een verandering komen. Maar dat zijn veranderingen die duren heel veel tijd om ook door de maatschappij door te gaan. En ja, daar komen we weer aan tegen het feit dat wetenschappers ons vertellen, zoveel tijd hebben we niet. Ja, dus we rijden echt wel snel op die muur af. Ja. En dat, kijk, dat gebeurt op het moment. En ik denk daar ook, laat ons gewoon een beetje in de context van de natuur zien, dat heet ook van andere organismen. De mens heeft een heel belangrijke partnerorganisme. Dat is gist.
Zonder gist hebben we geen bier, geen wijn, geen brood. En wat doet gist? Je doet hem in een medium. Daar zit suiker in of iets anders. En dan vreet hij alles wat hij vindt. En heeft een gigantische bevolkingsexplosie. Totdat hij verhongert en aan zijn eigen uitscheidingen vergif raakt. En je zult denken dat Homo sapiens naar 500 miljoen jaar later en naar Plato en Marie Curie en Beethoven toch wel een beetje slimmer is dan gist. Ja, maar nee. Nee, waarom niet? Maar collectief doen we exact hetzelfde. Maar wij kunnen maximale uitbreiding, maximaal vreten, grote bevolkingsexplosie. En dan zou je toch wel vinden, nou, kan het misschien anders? Kunnen we misschien één keer intelligenter zijn dan gist? En zien, oh ja, dit is wat we doen. Afgelopen jaar zijn 1 miljoen tonnen ijs verdwenen in Groenland per minuut. 30 voetbalvelden van regenwoud zijn verbrand per minuut. Dat is waanzin. Dat is in geen opzicht normaal meer. En dat kan zeker niet lang doorgaan. Dus is dit niet eigenlijk het moment te zeggen, ja, oh ja, dat is waanzin. En misschien hoef ik het palmolie niet en de producten niet waar dat in zit. Omdat... Maar als wij nou een manier vinden om een nieuwe suiker te maken, om in de metafoor van de gist te blijven, dan kunnen we toch blijven groeien? Als we dat doen, ja. Toon hem mee. Dat geeft toch hoop? Dat geeft hoop, ja. Maar kijk, de cold fusion of zoiets. Ja, komt dat over 1 jaar of over 100 jaar? Hoe lang wil je erop wachten? De verandering moet wel nu komen. En als we dan nog cold fusion krijgen, dan is alles prima. Maar we kunnen niet wachten tot een grote, alles oplossende technologie ons redt. Dus u heeft nog wel vertrouwen in de mensheid dat de mensen dat daadwerkelijk kan bewerkstelligen? Nee. Niet? Waarom zou je dat hebben? Waar zie je de aanleiding voor zo'n vertrouwen op dit moment? Op dit moment? Nou, vanuit de geschiedenis dat wij toch best wel veel we kunnen veranderen naar aanleiding van grote veranderingen. Ja, maar dit is een vraag van aardolie. Laat ons teruggaan naar Maak je de aarde onder dan. Dat was misschien een nuttige zelfoverschatting voor een bronstijdmaatschappij. Je kon zichzelf over zichzelf heen projecteren en naar het volgende kijken. En het was natuurlijk altijd een belachelijke idee dat één kleine species zich de hele natuur onderdaan maakt. Maar het had ook nooit zo bijzonder negatieve gevolgen. Waarom? Omdat de technological reach er nog niet was. Eén maatschappij die iets heel doms deed in Midden-Amerika of in West-Afrika, die ging misschien ten onder, maar dat was een lokaal probleem. Met aardolie en de technologieën die we hebben ontwikkeld, hebben we nu de technologische reach om echt objectief de levensomstandigheden die wij nodig hebben te overleven, te verstoren. En ook die van andere dieren, nota bene, 60-70% van alle vertebrates en invertebrates zijn verdwenen over de laatste jaren. 60-70%. Nog zo'n waanzinnig getal. En dat zijn getallen die zo groot zijn dat je dan denkt, ja, maar wat moet ik daarmee? Wat betekent dat voor mij? Dat is toch helemaal abstract? Nee, maar dat die verhaal van uitbreiding, van expansie, die kan niet meer door omdat we te machtig geworden zijn. Omdat het te goed heeft gewerkt. En daardoor ook te veel zij-effecten heeft gehad. En die kant ligt alleen maar verstoring. En die kant zijn we op het moment nog aan het oprennen. Heel hard. Als je alle statistieken bekijkt, dan zie je we verbruiken jaar op jaar meer, niet minder. We hebben veel meer vernieuwbare energiebronnen erbij gewonnen, maar we verbruiken nog steeds meer fossiele energie jaar op jaar. En dus op het moment, waar moet je het vertrouwen van nemen te zeggen, oh ja, we komen wel op het laatste moment zien we het wel. En dan zeggen we, oh ja, dat moeten we niet aan beginnen. Nee, we zijn er al middenin. En daarom, het is een vraag, zijn we slim genoeg om de rampzalige consequenties te beperken?
en ons daarmee te kunnen arrangeren. Dat we toch nog een humane maatschappij kunnen leven. Wie weet, misschien zelfs een humanere maatschappij dan vandaag. Maar op het moment zie ik niet zoveel aanleiding te geloven dat dat ook echt, dat we op echt op die weg zijn. We zijn dus gedoemd. Ook en niet, we zijn een trein die hard op de muur rijdt eigenlijk. Ja, we zijn een trein die hard en op de muur rijdt. En we hebben het niet zo erg door. We weten het. We weten het. Het maakt geen verschil. En waar, ja, je moet toch, zoals ik zei, fase 3, daarvoor ben ik nog een beetje jong. Ik wil dus nog een beetje op en neer springen en schreeuwen. En hoop dat dat als het voldoende andere mensen ook doen. Dan komt er misschien een beetje dynamiek in. Heeft u dat gevoel? Dat u wel eens, heeft u het gevoel dat u wel eens een schreeuwen in de woestijn bent? Ach ja, kijk, soms heb je ervaringen. In tijden voor corona was ik heel vaak ook uitgenodigd bij festivals van, zeg maar, milieubeweegde mensen die al die prachtige technologieën en ideeën en processen hadden uitgewerkt en die ook konden laten zien, dit is een pragmatische idee, dat kan echt werken, dat is niet, dat is geen technologische utopia, dat is niet te duur, dat is niet onmaakbaar, maar dat is echt. Maar dan spreek je met de minister van Financiën van land in Duitsland, en die zegt tegen mij, me zo op de schouder klappend, ja, u bent toch een goede showman, maar dat gelooft u dus al, toch alles zelf niet. En dan zie je, nee, die mens die heeft macht en die ziet dat gewoon, dat is een legende, dat is een mythe, dat heeft niets met mij te maken, daar ga ik zeker niets aan doen. En dat moet je ook zien. Wij, en ik ben me zeker, u hier, u gaat om met mensen die deze problemen zien en verstaan en zien dat het belangrijk is en dat we daaraan iets moeten doen. De vraag is, als u de volgende keer in een tram zit, u te overleggen hoeveel andere mensen om me heen hier, of er gewoon een gesprek begint, voor hoeveel andere mensen is dat ook zo? Omdat dat is de democratische, dat is het democratische vraagstuk. Alleen maar als de meeste mensen in de tram dat ook willen, gaat er ook iets aan gebeuren of gaat er ook voldoende aan gebeuren. Dat is zeker nog niet zo. Dus heeft u nog wel een positieve noot voor de kijkers thuis? Dat ze niet straks achter hun scherm denken dat de hele wereld als gaat daar gesteld zijn. Ja. Kijk, een positieve, lekker upbeat take home. dat vind ik dan een beetje oneerlijk. Okay. Nee, we zitten dik in de problemen. Mm-hmm. Ik vind het leven veel te spannend om te resigneren en te zeggen, ja, dat doen we niet meer aan. Maar op het moment zijn er geen indicaties te zien dat uw kinderen in een vreedzaam, democratisch, welvarend Nederland zullen leven. Maar de toekomst is nog niet geschreven. En er kunnen ook ongelooflijk sterke veranderingen van morele instincten en morele principes plaatsvinden. Niet alleen maar naar de kant van een dictatuur en van de haat die we zien in andere plaatsen van Europa, maar ook op een constructieve manier. En ik denk, als wij daar alle aan werken, dan is het geen vraag, kunnen we de mensheid redden? Kunnen we de wereld redden? De wereld moet niet gered worden. De wereld gaat prima zonder ons. Dan moet je zo'n ambitie niet hebben. Als je kan kijken dat je land, je dorp, je stad een plaats is waar je in goed kunt leven. En dat is al een globaal gedachte, omdat er zijn geen lokale problemen meer. Als in Brazilië de regenwoud brandt, dan is het een probleem van Nederland. Maar als je dat kunt bereiken, dan is dat denk ik al een heleboel. Goed. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. Ja, dank u wel.